Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met het combat handboekje van Minecraft. En vandaag ben ik hier met de wapenuitrusting. Dus vandaag ga ik het hebben over de harnassen. Als eerste heb je hier de leren harnas, daarna de gouden, daarna de maliënkolder harnas, de ijzeren en de diamanten. De maliënkolder kun je zo niet verkrijgen, enkel en alleen maar als je monsters verslaat. Dus als eerste, kijk eens hier, wat ga ik als eerste deze eventjes pakken. Dus de harnassen, hoe je deze maakt is als volgt. Ik heb nu van de ijzer genomen, maar dit kan ook met leer, goud of diamant. Dus ijzeren helm is gewoon ijzerstaaf in die vorm. Dus in een U-vorm en dan ondersteboven. Een ijzeren beenstukken of broek is eigenlijk een grotere U-vorm, andersom. Dan heb je de ijzeren kuras. Ik dacht altijd karkas, kurkas, of wat is kuras. Heb je eigenlijk een soort vest of vest. En dan de laarzen is heel simpel, zijn gewoon twee. Er zijn vier ijzers samen met een gat ertussenin. Dus zoals ik al zei, is de maliënkolder enkel verkrijgbaar via monsters te verslaan of via dorpelingen te kunnen handelen. Zo krijg je dus maliënkolder. Oké, dan ga ik jullie nu laten zien hoe je de leren of alle andere soorten armor kunt aandoen. Dus ik ga eventjes hiervan afnemen. Dus hoe je dit opzet, dus op je lichaam, is gewoon, je gaat naar je scherm dat je dit hebt. En hier zie je dus al die vakjes. Dus wat je doet is gewoon hup, pakken en slepen naar de juiste plek waar het dus op staat. Zo doe je dus je armor. Nu wat je ook kunt doen en wat een vluggere manier is, is gewoon in je balk rechtermuisknop klikken. En dan gaat je dus ook zien dat je hier onderaan, dus hier onderaan, ook nog je kuras afbeeldingen komen te staan. Dat zijn namelijk verdedigingspunten. En de verdedigingspunten bij de leren armor is 3,5 armor jasje, zou ik het zo zeggen. De goud is 5,5. Maliënkolder is 6. IJzer zijn 7,5. En diamant zijn er 10. Oké, dan ga ik het nu hebben over de beschermd tegen en beschermd niet tegen. Dus beschermd tegen de wapenuitrusting, beschermd tegen mob aanvallen, speler aanvallen, bliksem, pijlen, vuur en lava, vallende aanbeelden, explosies, cactussen en gegooide eieren. Waar beschermt het niet tegen? Het beschermt niet tegen in de leegte vallen, want die gaat gewoon dood, verdrinken. Maar toch kun je op je helm drank ter ademhaling opzetten. Uithongering, voortdurend vuurschade, vergif, gegooide sneeuwbal, stikken in een blok, drank der verwonding, andere schadelijke dranken. Dus van een gegooide sneeuwbal ga je wel schade krijgen, maar van een ei dus niet. Oké, dan ga ik jullie nog wat meer vertellen over de harnashouder. De harnashouder is al hetgeen wat hier dus staat, waar je dus kleren kunt ophangen. Hoe maak je een harnashouder? Dit doe je als volgt. Stokje van onder, nog een stok daar. En met een stenen plaat, stok hier en allemaal stokken krijg je één harnashouder. Nu, wat kun je dus doen bij een harnashouder? Heel simpel, ik ga eventjes deze spullen eraan afdoen. Wat je kunt doen is de harnashouder op de grond plaatsen, op de grond, en met de rechtermuisknop kun je je kleren dus ophangen. Dat is eigenlijk dus de bedoeling van een harnashouder. Oké, en als voorlaatste heb ik nog één dingetje wat jullie misschien weten, of misschien ook nog niet weten. Dat is namelijk, je kunt je kleren een bepaalde kleur geven. Zoals ik nu heb gedaan is deze de helm rood, de kuras of borstplaat is paars, de broek is geel en die laarzen zijn nog gewoon bruin van het leer. Dus dit werkt ook enkel en alleen maar bij leer, om te kunnen kleuren. Dus hoe je dit doet, is bij een werkbank of in je menutje van je vervaardigingen, ga je hier je leerarmor ergens plaatsen, maakt niet uit waar, met daar bijvoorbeeld lichtblauwe kleurstof of een ander soort kleur, en hup, je hebt gekleurde laarzen. En ik ga deze eens aandoen en we gaan eens zien hoe ik eruit zie. Ja, mooi. Ziet er heel mooi uit. Nu, het kan ook zijn dat je je kleren toch niet zo schoon vindt en je denkt van, dat is toch de verkeerde kleur. Heel simpel, wat je moet doen is een ketel plaatsen of een ketel maken en hier een emmertje water in duwen. En wat je dan als volgt doet is je rechtermuisknop met een kledingstuk en hup, je kleding is terug normaal geworden. Zo kun je dus met alles, met alle kleren gewoon terug leer maken en dan heb je terug een leren armor en dan zie je weer zo lelijk uit met dat leer. Oké, en als laatste heb ik nog iets om jullie te vertellen. Namelijk kun je ook een hoofd van bijvoorbeeld iemand anders, ik heb nu het hoofd van Brecht genomen, op je eigen hoofd plaatsen. Hoe je dit doet is, je gaat naar je menu, als je in game mode 0 bent, ga je naar hier en ga je het hoofd op het hoofdplek zetten. En wat je dan krijgt is hier dus namelijk het gezicht van bijvoorbeeld Heinings, dat is nu Brecht. Ga ik dus eventjes in F5 moorden en ga ik dus het hoofd hebben van hem. Dus hoe krijg je nu dit hoofd? Nu, het hoofd krijgen is eigenlijk niet zo moeilijk, maar ook wel
tevens moeilijk. Dus wat je doet is, je doet slash give die naam Minecraft Common Comparator. Helemaal, comment blok. Wat je dan doet is, je plaatst een comment blok en je zet deze comment erin. Namelijk slash give je eigen naam Minecraft dubbelpunt skull 1, 3, skull owner en met hier je naam in. Nu, ik ga eventjes de naam van mijn broer nemen. Walvis 0100. En we gaan eens zien als het werkt. Het kan zijn dat er eventjes een lekspakje komt. En hier heb ik dus het hoofd van Walvis 0100. En als ik dit op mijn hoofd doe, ben ik nu in één keer mijn broer geworden. Wat je wel ziet, is dat je hoofd namelijk groter wordt. Dus als ik dit afdoe, is je hoofd terug kleiner. Zet ik dit op, is je hoofd dus groter. Dat is dus wel een nadeel. Je hoofd wordt dus gewoon groter. Dus nu heb ik er alles over verteld over de wapenuitrusting van het Minecraft Combat Handboekje. Dus ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Was het een fijne video, gelieve dan een blauw duimpje mocht je doen. En dan zie ik jullie wel tot de volgende keer. Doei!